Dames en heren, welkom bij de eerste aflevering van De Bedweters. Nieuw seizoen, nieuwe stijl. We staan hier op de oevervelden van Lierse in Kessel. Op deze groene pijltjes zijn wereldvoetballers groot geworden. Zoals natuurlijk Jan Keulemans, Kevin van den Berg. Maar ook de kleine Lukaku heeft hier de jeugdreekse doorlopen. Daar ziet u een pracht van een zaalvoetbaltafel staan. Want elke week kan u daar op gokken. We laten telkens twee BV's, een bekende Vlaming en een bekende voetballer, tegen elkaar kikkeren. En u kan daar op gokken. De eerste twee die het hier tegen elkaar zullen opnemen zijn de wilde weldoener uit Egypte, de voorzitter van Lierse, Maghet Sami, en de topscorer van weleer, een uitstekend kikkerspeler, Wesley Sop. De uitslagen van vorige speeldag. Om te beginnen de grootste verrassing van allemaal. Op de openingsspeeldag houdt Heverlee-Leuven dat het ambitieuze Anderlecht verslaat. 2-1. Bergen, nog een nieuwkomer, zorgde ook voor een verrassing. 1-1 tegen vice-kampioen Standaar. Racing Genk, de kampioen, liet er geen gras over groeien. 3-1 tegen Beerschot. AA Gent verliest thuis tegen Cercle. Ook een enorme verrassing eigenlijk. Maar dat dan vooral dankzij de Cercle-doelman Bram Verbiest. En tenslotte Club Brugge, Berensterk thuis tegen Westerlo. 5-0. I want to know from two players who they think is gonna win. Mr. President, who's a favorite here? Me, of course. Wesley, wie is hier favoriet? Wel ja, ik, de voorzitter is mijn baas, dus ik ga voor de voorzitter. Hè? Mijn pronostiek is Sonk, want eigenlijk is hij opgegroeid in een café, dus dit soort spelen, dat gaat beter dan voetballen zelf. Ready? Wesley, volgende speeldag, de pronostiek. Anderlecht KV Mechelen. Ik denk een draw. Nee, Anderlecht gaat zeker winnen. Beerschot AA Gent. Both teams missed the start of their championship. I think a draw. X. Gent wins. Zultewaregem, Oud-Heverlee-Leuven. Ja, ondanks de zege van Oud-Heverlee tegen Anderlecht denk ik toch altijd dat zo'n ploeg die net uit tweede klasse komt het moeilijk krijgt. Zultewaregem zie ik thuis niet verliezen. 1. Ik denk dat ik ook ik zal voor de verrassing daar willen kiezen, maar ik denk dat de verrassing al gebeurt op de eerste speeldag van OHL, dus ik ga voor 1. Zultewaregem. We zijn 4 minuten bezig. De tussenstand is 4-0 voor Wesley Sonk, die niet ophoudt met de klagen over het balletje dat te glad is. En ook de tafelvoetbaltafel trekt op geen ballen. 5-0. Lierse Racing Genk. I made it a draw. What do you think? A draw. A draw. Lierse is gewoon beter dan vorig seizoen. Dat is zeker waar. Het enige dat kan zijn is dat Genk Europees nog speelt. Dus, en ik ga er altijd van uit dat als ik zelf voetbal speel, dat ik wil winnen. Dus ik ga voor 1. Cercle Brugge Bergen. Ik denk 1, Cercle. Ik ga voor de verrassing. Ik ga voor een X. Ja, je moet af en toe een verrassing spelen. Hè? Ja, Bob Peters zal het graag horen. Toch een vriend van u, hè? Ja, maar ja, ik bedoel... Als je voor je vrienden moet supporteren... Ja, dan moet ik voor iedereen goed doen en dat kan ik ook niet. Hè? Of voor niemand. Nee. Maar pak voor niemand weg. Okay. Ja. En Westerlo-Kortrijk. Westerlo at home is always dangerous. 1. Draw. A draw? Ja. Na 7 minuten is de stand 7-1. De president heeft net gescoord en is daar zeer blij mee. Wesley Sonk maakt zich zenuwachtig en scoort een own goal. 8-2. De officiële uitslag is 10 voor Wesley Sonk, 3 voor de voorzitter. En dan mag ik nu de prijs overhandigen aan de verliezer van de dag. Nee, nee, de winnaar. We're gonna enjoy it together, hè? Speel een gok mee. U weet waar u ons kan vinden op debedweters.be. En volg ook onze discussies met u over voetbal op facebook.com/debedweters. Oh.